De Bond van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen een voorstel van vicepresident Ronnie Brunswijk afgekeurd. De bond onder leiding van voorzitter Lloyd Pohl is gisteren getogen naar het kabinet van de vicepresident omdat onderhandelingen over haar wensenpakket met de directie en het ministerie waren vastgelopen. Sinds de bond al enige periode in beraad is, deed Brunswijk het voorstel van 10.000 SRD als afkoopbedrag voor punten waarover er geen overeenstemming is bereikt in de dienstjaren 2019 en 2020. De vicepresident heeft als laatste, dat is gisteren, een voorstel gedaan van 10.000 SRD en dat heeft de ALV vandaag niet goedgekeurd. Die 10.000 SLD zou worden uitbetaald in 4 tranches. Mm-hmm. En wel vanaf eind juni. En dat heeft de ALV niet goedgekeurd. Vandaag zouden wij ons wederom begeven naar de vicepresident. Maar de minister heeft ons intussen gecontact. En we hebben overeenstemming kunnen bereiken over 12.500 SLD. Mm-hmm. Omdat de leden toen van de 15.000 SRD waren afgestapt, rekening houdende met de situatie in het land enzovoort, naar 12.500 SRD, dat was dus de final eise. De minister is met ons overeengekomen vandaag het bedrag van 12.500 SRD, wel in 4 tranches, waarvan de eerste 2.500 SRD aan het eind van de maand juni 2020. Het voorstel van minister Amar Ramadine van Volksgezondheid is onder protest door de bond geaccepteerd, omdat zij rekening houdt met de zieke mensen. Pohl zegt dat de bond voorlopig in beraad blijft en uitkijkt naar de uitbetaling van het afkoopbedrag van punten binnen het wensenpakket.